vraag mij af. Waarom? Ik wil graag weten. Ik vroeg me af. Dat zou ik graag willen weten. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Zoekmachine. Het verhaal dat de Queen of Pop, Madonna, hier achter mij in de Rotterdam een appartement bezit, is ondertussen een urban legend geworden. Getuige ook deze dame in een van onze vorige afleveringen. Madonna schijnt een appartement te hebben. Dat heb ik nog nooit gezien. En daarom luidt de vraag van deze week. Zeg je Madonna en Rotterdam, dan zeg je eigenlijk ook danser Timor Steffens. De twee zijn bekenden van elkaar. Ik heb geprobeerd contact met hem te zoeken. Maar hij en zijn manager die geven geen commentaar. Ik ga een andere ingang zoeken, maar denk ik dan. Hey, hallo. Hey, jij bent Danny. Aangenaam. Hi, Jan. Jij weet vast wel waar ze woont. Klopt. Oké. Nou, kom binnen. Wat heb jij met Madonna? De muzikaal door haar opgevoed, denk ik. Ik was 11, 12 jaar. Ik zag haar dansend op een bootje in ondergoed, lingerie. Mijn moeder zei, wat is dat voor een hoer, zet uit die televisie. En ik dacht, wauw, wat is dat voor een leuke vrouw. In 2015, in de zomer, deed zij en of haar team een oproep op social media om artwork wat met haar te maken had in te sturen. En die heb ik toen ingestuurd. Nou ja, toen ging die tour een paar weken later van start. Pats, pats, pats. Levensgroot op 3 schermen kwam ik tevoorschijn. Nou. Zo, echt in een split second. Je moest echt heel snel kijken. Je bent gewoon op tournee gegaan met Madonna, man. Van avond aan avond, heel de wereld over. En niks aan overgehouden. Niet eens een kopje koffie in de Rotterdam. Niet eens, nee. Komen we erachter of ze er woont, ja of nee, denk je? Ja, aanbellen. Het huisnummer weet ik wel. Ja, is dat zo? Ja, dat staat op internet. En welk nummer is dat dan? 683. Ik ga op onderzoek uit, bedankt hè. Nou, succes. Yo. Hey, hoi hoi. Hier zijn we dan, de Rotterdam, waar Madonna zou wonen. Ik heb afspraak met makelaar Nick. Nick, goedemiddag. Hoe is het? Laten we naar binnen gaan. Laten we gaan kijken. We komen voor Madonna. Hoi, dank je. Oké, wauw. Ja, tof hè? Hoeveel kost het nou? Dit appartement kost iets meer dan 900.000 euro. Oh, schijntje voor Madonna. Voor Madonna zou dat een schijntje zijn, denk ik, ja. En dan krijgen ze dit uitzicht, hè? Dan krijgen ze dit uitzicht, ja. Sterker nog, het appartement waar zij zou wonen zou nog iets hoger zijn dan dit. Dus op de 44ste verdieping. Dit is de 23ste verdieping, maar... Zou wonen? Ja, zou wonen, ja. Ze wonen het toch gewoon, man? Ja, ik denk van niet, helaas. Ja, er was destijds sprake van het feit dat ze gezien was in Rotterdam en op Rotterdam Airport. En dat ze hier een paar keer gegeten had in een restaurant. En dat is allemaal hartstikke leuk en leuk gehyped voor de verkoop van het betreffende appartement. Maar voor zover ik weet, woont ze er niet. Oké, wacht even. Dat was gewoon een marketing stunt. Nou, dat zeg ik niet. Maar het heeft zeker niet tegengewerkt bij de verkoop van de appartementen. Voor 9 ton krijg je deze prachtige woonkamer met een waanzinnig uitzicht. Eigenlijk is het uitzicht 's avonds natuurlijk nog wat leuker. Met name de overgang van licht naar donker, dan zie je de stad echt tot leven komen, zie je alle lampjes aangaan. Dat is echt superleuk. Je krijgt een luxe keuken, een balkon. Dus op deze plek kan Madonna gewoon ongegeneerd topless zonnen? Ja, bijna wel. Ja, ze moet een beetje rekening houden met de mensen aan de... Aan de andere kant, maar nee, dat had gekund inderdaad, ja. Wat doet dat dan met de waarde van zo'n appartement als zo'n megaster hier zou wonen? Nou, ik denk dat het op zich wel een positief effect zou kunnen hebben. Het feit dat Rotterdam een internationale stad is en dat soort mensen er zouden willen wonen, heeft een positieve invloed. Alleen voor jouw beeldvorming, het appartement waar we het over zouden hebben, is een klein beetje groter. Het is een XXL appartement, ongeveer 750 vierkante meter zijn, dus dat is een klein beetje groter dan dit nog. Ja, mooi. Kunnen we daarheen, denk je?
ja, we kunnen even kijken of we kunnen aanbellen. Maar ik weet niet of die mensen open zijn en of ze blij zijn met onze komst. Het is gewoon zo het mis. Nee, ja, we gaan het gewoon proberen. Oké. Okay. All the way to the top. Dit is dus de lift. Dit is de lift waarin Madonna dan... Waar ze dan in staat. Zou ze zingen in de lift? Ja. Van... Ja, ik weet Madonna. Van... Ze is aan het verbouwen, joh. Zou dit het zijn? Ja, dit, een van deze twee moet het dan zijn. Maar ja, deze deur mogen we niet gebruiken. Oké, natuurlijk. Oh, hey. Ik vind het wel spannend, Nick. Ja. Ik ook. Wat nou als ze open doet in een nachtjapon? Gezien de staat denk ik dat er eerder een aannemer open doet dan Madonna. Helaas. Heeft ze dan de hele etage? Ja, bijna. Nou Nick, dank voor de rondleiding. Vond heel bijzonder. Jammer dat we Madonna niet hebben gezien. Maar het is jammer dat ze niet thuis was. Ik ga toch proberen om te kijken of ik haar kan spotten in een andere flat. Ik wens je er heel veel succes mee. Okay, right. Ik ben benieuwd naar het antwoord. Right. Hey, hoi. Hoi. Heb je nou ook... fanmail voor Madonna hier? Nee, ik heb nog nooit fanmail voor Madonna gezien. Nee? Zeker weten? Ja. Jammer. Ja, een post op Facebook heeft mij geleid naar Wim Reiniers, projectmanager van de gemeente Rotterdam. En hij werkt in de Rotterdam. Hey Wim, hey, Tim. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Je hebt wel de mooiste werkplek van Rotterdam, toch? Absoluut. Wat betreft prachtig ambtenaren. Gebouw. Een prachtig gebouw, mooi werkgever, mooie stad. Mooie uitzicht ook. Ja, weet je wat? Die kom even mee naar mijn werkplek en dan laat ik je zien. Hier een gebouw in Rotterdam. Kijk, we zijn nu op de 12e. Hier zit het projectmanagementbureau van de gemeente. Welk project zit jij? Ik werk voor het project Hart van Zuid, dus de herontwikkeling van het Zuidpleingebied. Nou, waar je daar tegenaan kijkt, dat is inderdaad, dat zijn de buren. Ja, je kan gewoon naar binnen kijken. Het is zover gevoelig. Wij gaan hier ook allemaal 7 uur weg, hè. We werken gewoon tot maximaal 7 uur. En dan is het gebouw leeg hier. Dus, ja, ambtenarentijden. Nou, 7 uur is een mooie tijd toch, om naar huis te gaan. Ja. Ja, ik was dus helemaal daarboven. Maar kunnen wij ook naar de bovenste etage? Ja hoor, laten we dat even gaan doen. Ja. Naar die 40ste. Is goed. Ik heb wel gehoord inderdaad dat er sprake van was. Hè, dat ze in dit gebouw, of althans dan daarnaast, zou gaan wonen. Maar ik weet eigenlijk niet of het ook echt zo is. Nou, dan gaan we dadelijk even kijken, ik ben benieuwd. Ja, we zijn nu aangekomen op de 40ste verdieping, het hoogste verdieping van gebouw de Rotterdam. Mooi, hè, ons stadje. En als ik dan daar kijk? Ja, dit is de woontoren, ja. Daar? Dat moet haar huis zijn. En dat je dan hier op zo'n mooie plek kan wonen, dat is voor iedereen, denk ik, een soort droom, een sprookje die waar kan worden. Maar dit zou dus gewoon een geluidsstudio kunnen zijn die ze aan het bouwen is. Waar ze haar nieuwste album gaat opnemen. Het zou mooi zijn. Made in Rotterdam. Ja, ik zie daar een slaapkamer. Denk ik. Ja, ik heb hier 2 bedden hoor. Oh ja. Nou, inderdaad. In bed with Madonna. Het is een workspace with a view. Wat een bof van jij. Het is mooi hè, in Rotterdam. Maar in alle eerlijkheid, zou ze nou wonen, ja of nee? Wat denk jij? Ik ga liever af op wat ik zelf heb gezien. En ik heb haar nog nooit gezien. Dus ik denk dat het mysterie nog even blijft voortbestaan. Succes met je zoektocht. Ik denk dat we tot de conclusie kunnen komen dat ze niet in de Rotterdam woont. De fan zegt van niet, de makelaar zegt van niet en ik heb haar ook niet gezien. No problem. Ja, dit was de zoekmachine van deze week. Heb je nou zelf ook een vraag? Stuur die dan in. Tot volgende week.